Ja, ieder mens heeft verschillende slaapgewoontes. Ik zou een, een voorbeeld geven. Heel vaak komen de klanten bij mij in de winkel en vragen, ja, um, zou, is het nu aan te raden een elektrisch bed te nemen of niet elektrisch verstelbaar? En daar gaan we dan natuurlijk eerst maar goed kijken, wat zijn de slaapgewoontes van de klant? Ben je iemand die graag in bed leest, bijvoorbeeld, s'avonds? Ja, dan is elektrisch verstelbaar wel heel handig. Want je kan dan met één duwtje op de knop je bed omhoog zetten. Als je een beetje in slaap duimert, ja, dan ga je op je knopje duwen, je bed gaat naar beneden, hup, je bent vertrokken. Heb je problemen? Heb je last van zware benen s'avonds, bijvoorbeeld? Ook een. Gewohnheit oder ein een, ja, een Schlafgewohnheit von jou. Ga dann deine Beine ein bisschen zetten Mit einem elektrisch verstellbaren Boden kann das perfekt, weil du durch Blooding bevordert wirst und deine Beine minder Pijn tun. Oder bin ich ein verslaafter Büchschläper und habe ich enorm viel Last in deinem nek durch das Büchschlapen oder in deinem Unterrug, weil Te ver door uh, licht in de, in de holle rug komt ga eventjes vier à zes weken met je benen en je voeten omhoog slapen met je elektrisch verstelbare bodem en je hebt het afgeleerd op je buik te slapen zo zijn er nog zeg maar tien verschillende dingen waarom ik een elektrisch verstelbare bodem kan aanbevelen op of bepaalde momenten zegt, dat hebben jullie helemaal niet nodig. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld wat ik bedoel met je slaapgewoonte. Zoals ik dat daar straks al in het voorbeeld heb gezegd, bepalen jouw slaapgewoontes de juiste keuze voor je slaapsysteem of je matras. Maar dat wordt heel vaak vergeten. En dan kom je naar huis en je krijgt je matras geleverd. En ja, dan ben je teleurgesteld. Want al die dingen die eigenlijk voor jou belangrijk zijn, ja, die, die, die zijn van tevoren niet voldoende besproken of, of bij stilgestaan. En je slaapt niet lekker. Dat is een beetje hetzelfde alsof je je eerst aankleedt. En dan onder de douche gaat. De juiste voororde, eerst het bepalen van je slaapgewoontes en dan het kiezen van het slaapsysteem, is essentieel. Mocht je zover zijn en wil je ook eerst douchen en je dan aankleden, maak een afspraak. Klik op de link onder onze video. Laat je gegevens achter en wij nemen contact met jou op.